opnemen. Oh, je kan ook dit opnemen natuurlijk. Dan ziet iedereen ook chat. Flex. Vaka boys, welkom allemaal. Wat is Cameo daar? Ja, toch? We zijn er weer vandaag. Leuk dat jullie er zijn. En ja, laten we starten met een paar simpele aankondigingen, toch? We hadden het er net ook even snel over. Maar het is dus zo dat... wat de planning is, en hebben we ook in aankondigingen, hebben we daar zeg maar een poll op gestart. Dus heb je daar nog niet op gestemd, check dan het kanaal aankondigingen. Ik kan ook even kijken of ik een linkje hierin kan plaatsen. Even checken, dus dat is in dit kanaal. En in aankondigingen kan je stemmen wat we zeg maar als tweede moment wilden hebben. Dus de eerste poll was eigenlijk van, joh, willen we een tweede livestream hebben? Of willen we zeg maar met z'n allen gaan traden? En de markt gewoon opgaan. Ik val heel even die deur dicht. Nou, de eerste vote kwam dus uit van, joh, we willen eigenlijk traden met z'n allen. Ja, die eerste. En hoe heet het? Als we met z'n allen gaan traden, dat is superleuk. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die we kunnen doen. Eigenlijk drie. De eerste optie is, en dat staat ook in aankondigingen, dat iedereen gewoon met eigen geld lekker gewoon gaat crypto traden. Je kan natuurlijk ook een demo-account doen of wat dan ook. Je hoeft natuurlijk niet met echt geld te traden. Je kan het ook gewoon oefenen. Dus je hoeft niet direct geld op het spel te zetten of wat dan ook. Maar de eerste optie is dat we gewoon crypto-analyses gaan maken. Wat denken we dat er met Bitcoin gebeurt? Wat denken we met Ethereum, Avalanche, whatever? Het maakt niet uit welke crypto het is. We kunnen dan met z'n allen in een soort live zitten. En er wordt dan een voice chat, want we hebben die kanalen ook. Dus dan kunnen we allemaal tegelijkertijd praten in plaats van dat wij nu eigenlijk tegen jullie praten. Dus zijn we echt met elkaar in gesprek via voice call, zeg maar. Dan kunnen we dus crypto-analyses maken. Dat is de eerste optie die we hebben. Tweede optie is dat we zogenoemd funded gaan. En wat funded gaan is, is dat je zeg maar bij een zogenoemde prop firm, zoals het heet, kan je dus een bedrag tot je beschikking krijgen. Waarom dit is, is omdat heel veel mensen bijvoorbeeld geen 100.000 euro hebben liggen of wat dan ook. Dus als jij zeg maar gaat daytraden met 100 euro en je zou zeg maar 10% winst maken, dan heb je 10 euro verdiend. En ja, daar wordt niemand rijk van. Sterker nog, dan kan je misschien twee broodjes van halen en dan moet je weer opnieuw gaan traden. Dus om deze reden zijn er zeg maar van die prop firms. Die geven dan een bepaald kapitaal aan jou. En met dat kapitaal kan je vervolgens traden. Dit varieert van de 10.000 tot zelfs 200.000 euro wat je tot je beschikking kan krijgen. Dit is uiteraard geen budget dat je op je rekening kan laten storten. Het is niet zeg maar zo dat, dat ze het zomaar geven. Je moet er dus echt een toets voor doen. Om te bewijzen dat je een goed risicomanagement hebt. Dus oftewel niet meer dan 5% in totaal verliest op een dag en helemaal niet meer dan 10%, want dan lig je uit de race. Mm. En je moet ook een doelstelling halen van namelijk 10% winst. En als je dat hebt gehaald, heb je fase 1 gehaald. En daarna haal je fase 2, dat is dan 5% winst in een maand tijd. En dan heb je fase 2 en dan pas krijg je dat geld tot je beschikking. Mm. Maar stel dat jij dit inderdaad doet met 50.000 euro. Je laat zien dat je dat kan. En je zou dan die derde fase, de echte fase dat je dus met echt geld gaat traden. Je gaat traden met die 50.000 euro en je zou dan 10% winst halen. Heb je dus 5.000 euro verdiend. En dat verslaat al de meeste banen die de meeste mensen hebben. Dus om deze reden leek het me heel tof voor de community om zeg maar dat eigenlijk gewoon te doen. Want als je funded gaat met z'n allen, zou iedereen theoretisch zijn werk op kunnen zeggen. En fulltime trader kunnen worden. En als we dat met een groep van 10 man doen, ik zie nu 12 mensen in de live zitten, dan zou dat gewoon super tof zijn. Maar het ding daarbij is wel dat het maken van de toets kost geld. Dat varieert tussen de 150 euro. Ik zal even de meest populaire gewoon laten zien aan jullie. Maar er zijn dus meerdere partijen. Het is ook niet per se dat we bij deze partij aan de slag gaan. Maar ik zal het even laten zien, want dan heb je er gewoon een beeldvorming bij. Ik moet heel even mijn beeldscherm delen. Dus ik deel heel even deze. Oké, hier kunnen we als het goed is mijn scherm zien. Dus hier zie je het eigenlijk. Je kan zeg maar 10.000 euro krijgen. Daarvan kost de toets 155 euro. En je kan 160.000 euro krijgen. Daarvan kost de toets 1.080 euro. En alles daartussen varieert een beetje met die prijs. Nu zijn er ook andere prop firms, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld My Forex Funds. Nou ja, dit is eigenlijk ook een prop firm. Die hebben eigenlijk precies hetzelfde. Die hebben dus ook een evaluation fase. Daarbij kost 50.000 euro 300 euro. Een ton kost 500. 2 ton kost ook 1.000 ongeveer. En daar kan je zelfs tot 3 ton doorgaan. Dus dat zijn dingen die we zeg maar kunnen doen met z'n allen. Maar dat is helemaal aan jullie. Nu zag ik in aankondigingen dat er dus al is gestemd op die vote.
De meerderheid neigt nu naar crypto traden, maar het is een verschil van 3 stemmen. Dus optie 3 van de 2 is dat we ze zeg maar dat we in groepen gaan splitsen. Dus wat we een groep doen die funded gaat, een groep doen die crypto wil traden. En dat we dat dan tegelijkertijd doen of om en om. Ik denk hoe dan ook dat ongeacht welke keuze het wordt, dat analyses maken op zowel Forex als crypto je alleen maar gaat helpen in jouw journey om een betere trader te worden. En dan is het aan jouzelf of je daadwerkelijk ook die toets wilt doen, of je daadwerkelijk het geld wilt betalen. Want je kan ook net zo goed gewoon een demo-account nemen, met demo-geld gaan oefenen en kijken of je die toets had gehaald als je hem had gedaan. Dus het is niet zo dat het per se geld moet kosten. Maar met dat in gedachten, breng je stem alsjeblieft uit in aankondigingen. En hou deze gedachten dus in gedachten. Dit is de planning. En dan hebben jullie er ook even een beeld bij en gezien hoe of wat. Even kijken. Cas zegt, moet je wel kunnen traden plus risk manager toepassen? Exact. Dat is letterlijk het allerbelangrijkste in traden. En ook waarop je letterlijk wordt getoetst. Precies dit. Kan je omgaan met hoge bedragen? Emotioneel gezien. Daarom berekenen ze ook geld voor die toets. Kan je inderdaad risicomanagement toepassen? Dus stel dat jij een trade ingaat en hij zakt zeg maar gedurende de dag 11% af. En hij gaat daarna 30% in de profit. Heb je alsnog je toets verloren omdat je budget 11% hebt laten zakken. Waarom is dit belangrijk? Ik kan me voorstellen dat je nu misschien met 1000 euro een investering doet. Als je met die 1000 euro crypto koopt en hij zakt 40%, denk je nou fuck it, laat hem lekker staan. En hij wordt daarna ineens keer 10 alsnog. Je maakt van die 1000 euro 10.000. Dan is het voor ons, boys die zeg maar rijk proberen te worden, is dat zeg maar een win. Maar als jij zeg maar 10 miljoen of misschien zelfs triljoenen in beheer hebt als een BlackRock, en jij zou zeg maar die 10 triljoen even met 40% laten inzakken, dan ben je gewoon 's werelds slechtste hedge fund aller tijden, snap je? Dus vandaar dat risicomanagement heel erg belangrijk is in de wereld van traden. En inderdaad, heb er een aantal gezien in Discord die dat doen, met alle respect natuurlijk. Ja, dus dat, maar dat is super belangrijk. Dat was het eerste. Heb jij iets leuks te vertellen of iets? Ja, fucken met Pep, man. Pep? Ja, Pep blijft wel gaan. Ja, hij is. Ja, ik weet nog wat ik moet zeggen. Ja, ik heb hem al die tijd gemist. Kudos aan de boys. Ja, ik heb het zelf ook niet. Ik heb eerlijk gezegd, boys, ik heb hem gemist. Maar ik had wat signs gekregen. Vooral die New York City listings. Pep overal, Pep, Pep, Pep. Ja, dat dat was voor is mij ziek, hè? 28 of 29 april was dat. En hij is ook weer op OKX gelist, waardoor hij 120% is gestegen. Zag ik toevallig vandaag op Crypto Insiders. En ja, als die Aziaten, als die Chinos, die Aziaten erbij komen, dan kan het echt zo naar billies gaan, man. Ja, precies. Ja, en dus iemand had het ook gedeeld in de Discord, dat echt Pep de volgende 1 miljard munt. Daar hebben we dus vaker ook over gehad. Dat is zo Ja, best, maar hij staat nu al op 500 miljoen, hè? Ja, zelfs de derde grootste meme opeens. Heeft Floki geflipt. Ja, dus dat zegt wel wat. Maar ja, het is ja, te het laat. Blijft een meme, hè? Bob. Blijft een meme. Ja, Bob. Ik heb mijn ogen op Bob, man. Maar, zullen we ze even erbij halen ook ja, op de dingen? Zo? Dus okay. Gewoon Bobcoin. Deze. Zie. Nou, nee. Nou, doe maar gewoon Bob. Even kijken hoor. Bob. Zie. Deze. Bob. Ja, dit is toch te lauw gewoon. Oké, wacht, ik moet heel even de ding delen met mijn Discord ook. Share your screen. Deze. Oké, dus. We kunnen beter via deck screener checken, man. Of. Oké. Ja, live. Kijk even naar markten. Als het goed is, terug naar die markt. Als het goed is de live gefreak erbij. Op markten. Scroll. En die misses hebben ze niet. Kaka. Is die daar gewoon lekker CoinGecko toch? Wie? Even kijken. Oké, laten we zoeken. Oh, meneer, heb je contract address toch? Erin, ja. Okay. Even checken. Deze? Ja. Oké. Ja, maar Bob ziet er een beetje. Ik denk dat Bob next is om te gaan, want ja. Het is meme season als ze het nou leuk vinden of niet. Ja, maar dit is wel een enge grafiek ook al. Hè? Hij zit ook weer eng in de stijgers ook. Ja, van wanneer is deze 19 april? Hij werd vroeg gecalled, hè? Was dat door jou of iemand in de Discord? Voor mij iemand in de Discord, niet, toch? Ik weet niet. Maar ik had ja, eerder gezien, maar niet niks meer gedaan. Opeens kijk je de volgende keer, is hij keer 10 gegaan. Hij komt van 295, 25, lijkt. 26 april. Dat is dinsdag of zo. Hij is gewoon 30 extra of zo. Ja, man. Maar ja, wat is de market cap van dit? 40 milli's of? Ja, 40 milli.
Zie je, dus hij zou nog een keer 10 kunnen doen als je naar Pep kijkt. Wat is Pep nu? Doe even Pep, laat even Pep ook even erbij halen. Ja, ik denk 500-600. Dit ding blijft maar gaan. Ja. Ja, 400 mil. Ja, dat is euro, hè. Dus... En hij is vandaag weer 50% gestegen. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar ja, ik zeg je eerlijk, ik heb liever dat dit soort dingen mij voorbij schieten. Dan als je hem koopt en hij dipt. Juist, want zeg maar, hij is al 400 miljoen. Waar stopt het, weet je? Maar ja, hij kan door hype Shiba helemaal gek gaan. Of doos, ja. Shiba, doos. Daar wordt het nu mee vergeleken. Hè? Want wat is de market cap van Shiba? 5, ja, dat zie je. Dus ja, dat is nog een keer potentiële... nog een keer 12 of zo, een keer 14. Maar ja, wat dan wel gek is, okay, is dan heb je letterlijk weer een memecoin die gewoon de top 15 van de hele crypto-eco-economie is. Moet je eens voorstellen wat dus hoe normale projecten hier stil bij staan. Snap je? Van een Avalanche of zo. Ja, ja precies. Of, ja, van een Phantom. Of, juist. Weet je, dus mensen die echt aan het deliveren zijn. Maar ja, dit is de kracht van memes, hè. Mm-hmm, echte ja. Internet, hype. Ja, maar dit heeft me ook wel een nieuw perspectief gegeven. Want we zien aan de ene kant ook dat de wereld gewoon verandert, weet je. Zeg maar, misschien is iedereen ook wel gewoon klaar met... Want dat zei Elon Musk ook al die tijd. Hè? Van wat zou de mooiste ironie zou zijn dat zeg maar geld zeg maar iets is als Doge. Omdat het zo absoluut ridiculous is. Ja, dat is zo grap eerder. Juist. En ja, we zien nu met een Pep ook gewoon dat het gewoon vliegt. Maar ja... Ja, we hadden daar vorige week dan al in moeten zitten, heb ik nog steeds het gevoel bij. Nou, niet eens vorige week, eergisteren. Ja, want kijk nu op dit punt. Oké, laten we zeggen dat hij naar het level van Shiba gaat, halen we een 10x, maar er zijn zoveel coins die een 10x gaan catchen. Ja, daarom, snap je? Maar het is hier wat sneller 10x. Echt heel snel. Juist. Toch? Dus het gaat meer om tijd dan om potentie. Zo zie ik het nu, want het is meme season. Mm-hmm. Ja, hoe kan je een meme, de potentie van een meme inschatten? Dat heeft te maken met hype, maar hype kan je niet inschatten. Het heeft met marketing te maken, mm-hmm. hoe snel het op Twitter gaat en dergelijke. Ja, en hype is daar. Hype is daar. Mm-hmm. Dus daarom, memes zijn sowieso aan nu. Ja, ja. Dus nu check ik sowieso naar de memes. En als we even Wojak, laten we even Wojak en Bob en Bob naar voren houden. Even kijken hoor, interessant is dat Bob onder elke twee wordt getagd. Onder elke tweet. En Bob, Elon reageert ook op die bot. Bob is de bot van Twitter, van Elon. Okay. Dus dat is de hele story van explain this Bob. Mm-hmm. Dus daarom, Bob, Bob kan zomaar... ook een keer 10 voor ons doen, man. Ja. Maar het gaat dus, begrijp ik, met memes vooral om tijd. Niet zozeer om waar het naartoe kan gaan. Ja. Nou. Ja, met memes weet je nooit waar het naartoe kan gaan. Nee, dus ja, het kan ook dippen natuurlijk. Ja. Okay. Ja. Maar voor klein geld is het dan wel heel erg leuk om mee te experimenteren en te springen. Dat nodig dus als je steeds een 200 euro of 100 euro erin gooit. Mm-hmm. Kijk, sowieso kan je een 800, 900 doelsom gooien. Mm-hmm. Maar stel je gooit toch 150 euro en het gaat keer 10... Ja, we kunnen Bob zien, Wojak, allemaal zijn een keer 10 gegaan, alleen die munten, waarbij ik dacht dat het niks gaat doen. Mm-hmm. Ja, die twee barken was gewoon 2 doezel nu. Ja, ja, precies. Toch echt heel simpel. En dan kan je nu kijken naar Bob, toch? Oké, hoe ga ik die 2000 nu verder verspreiden? Mm-hmm. Dan kan je bijvoorbeeld 4 projecten 500. In die fase zit ik nu. Ik zit niet te wachten op een, nou waar kan het naartoe? Nee, keer 10, geld eruit. Ja, ja, dus je wil eigenlijk 3 keer goed hebben en gewoon klaar zijn. Ja. Weet je, tenminste, klaar. In ieder geval gewoon met een meme goed hebben verdiend. Zie je. Een meme kan heel veel dingen goed maken. Hè? Ja. Beetje het ding als je in elke meme geld moet pompen, is niet te doen. Ja, dat is het. Dat is het dus inderdaad. En daarom ga je meer op je bek dan dat je ermee verdient, denk ik. En dat is ook de reden waarom ik niet zeg maar al die memes najaag. Maar het is wel heel interessant om te zien alsnog. Want het is wel gewoon. Ja, het is bizar. Het is gewoon toch. Mensen worden er wel gewoon miljonair door, hè? Gewoon door dit soort domme shit. Welke wil je zien? Wojak? Wojak, zien jullie ons scherm nog trouwens? Ja, oké. Ja, deze is ook... Weer 40% de lucht in een dag. Man. Zie je, maar kijk, dit is een perfecte V-shape, man. Deze gaat kwijt, hopelijk. En, wat is en hij zit maar op 20 mil. Vandaar. Ik kijk liever naar dit dan naar een Pep momenteel. Mm-hmm. Toch? Ik hoor iedereen praten over Pep. Nee, nee. De narrative is meme season. Dus we gaan rekening houden met andere memes. Mm-hmm. Die nog een lage MCAP hebben. Die dus in dit geval potentie hebben om te doen wat Pep heeft gedaan. Ja, ja, precies. Ja, ja, interessant. Maar ja, ik vraag me af van ja, hoeveel er... Weet je, wat mij een beetje frustreert altijd met dit soort dingen is dan... Dan hebben we bijvoorbeeld in de Discord hebben we bijvoorbeeld zo'n Relio netwerk gedeeld of zo. 2 miljoen MCAP. Ja, die is hier gevallen. Super. Ik kijk ook, man. Ik kijk naar mijn portfolio. Hij is gewoon met... Ja, hij is nu op 1.3. Ja, klopt inderdaad. Maar toch... Wow.
Het zijn fundamentele sterke projecten. En dan zie je gewoon een Wojak die gewoon Ja, dit keer is. 10 doet op de market cap van Rio. Ja, geen verklaring voor. Dit is. Kijk, ik heb wel een verklaring. En dat is wat nu gebeurt, puur omdat de markt, Bitcoin, het is saai. Er gebeurt niks. Dus mensen zoeken naar andere ja, precies. manieren, projecten om hun geld gewoon in te gooien. Ja, ja. En omdat de meme dus nu hype zijn, gooi ik met. Ja, ik had geen geld toevallig eind april, een paar dagen geleden, maar nu wel. Dus nu zit ik weer memes in te kopen. Ik heb Bojack gekocht. Ik heb iets met Wall Street Baby yes. gekocht. Nog een baby. Baby okay. Maar ik heb gehoord dat GameStop ook zo'n meme gaat droppen. Mm-hmm. Laten we even. Ik weet dat jullie van GameStop of de GME gehoord hebben. Doe Dex Tools in een nieuwe tab openen. Zie. En dan zie je hem als het goed is. Daarboven gewoon. Kijk maar. Als het goed is, deze. Ja. Deze? GME. Kijk, zo deze. Oh nee, maar dit is een verkeerde. Dit is een kleine glitch, want je hebt twee GME's. Je hebt. Nee, doe die ook, Maar je hebt ook die. Klik even die, want dit is een andere grafiek als het goed is. Juist. Okay. Ja, dit is een rare glitch. GameStop Degenerate of zo. Juist. Eén van deze is de echte. Zo de echte GameStop meme moeten zijn. Deze claimen de echte te zijn. Want op het Twitter geven ze aan van, yo, wij zijn officiële GameStop Degenerate meme coin. Mm-hmm. En dus niet de vorige, als je even terug gaat. Mm-hmm. Niet deze. Maar deze wordt gek gepompt door een paar Twitter guys. En die grafiek zit eruit kwijt te gaan. Maar dus ik denk dat ik deze gewoon ga kopen. Want dit is dan ook echt sinds van vandaag. Ja, dit is vandaag gelaunched, hè, boys. En de grafiek ziet er echt... Yuzu, dit is één geweldige grafiek. Die... Nou, waar is die gewikt? Ja, 8000 of zo. Wow. Nee, do. Oh, zo. Wow, daar is één gekke buy order gekomen, man. Yo, dat ding is ge-10x effen. Oké, dit... Ja, dit is dan een voorbeeld waar ik nu naar zit te kijken. MCAP zit er onder 4 miljoen. Dus, ja... Als GameStop, kunnen jullie GameStop kennen? Met die hele Wall Street Bets en dergelijke. Dat is ook een hele leuke documentaire over. 2 jaar geleden gebeurd is, ja. Dit is naar mijn mening potentie voor een next pep run. Aangezien de meme season begonnen is. En eat the rich. Voor als jullie dat interessant vinden, dat hele GameStop verhaal. Eat the rich, de GameStop saga, documentaire op Netflix. Is nu gewoon te checken. Echt aanrader. Is ja, echt een leuke verbeelding van wat er dus is gebeurd. En hoe dat is gegaan, zeg maar. En daar is dit eigenlijk op gebaseerd. Ja. Ja. Want dit is niet van GameStop zelf, blijkbaar. Nee, het is non-funded, geen team, niks. Is dit van Wall Street Bets, die guy dan ook? Dus dat is dus het leuke van Twitter, crypto-Twitter. Mm-hmm. Niet deze, maar dan ga ik even over moeten nemen. Maar die guy van Wall Street Bets, die officiële guy, heeft dus WSB. Even kijken, ik ga hem zo niet kunnen vinden, man. Balen. Oké, kijk hem hier. Nice, kun je hem zo vinden. Mm-hmm. Wall Street Baby. Juist. Deze. Mm-hmm. Hier had hij een tweet over gezet. Als hij hem hier had gekocht, had hij keer 10 zijn money gemaakt. Ja, dat ja. was heel toevallig dat hij had getweet. Ik heb deze ook gedropt in de Discord. Van als dit niet rockt op ons, gaat hij kwijt. Mm-hmm. Dus ik heb mijn money ook hierop gezet. Mm-hmm. Omdat, nogmaals, zolang de meme season aanhoudt, dan kan deze gewoon echt kwijt gaan. Ja. Van wanneer is deze? Ook dit is iets. Nou, dit is van mij ook van april. Oh ja. Ja, 22. Nou ja, maar dat is. Ja, er gebeurt dan gewoon niet zoveel in die tussentijd of zo. Want hier past hier ook volume een beetje volume, oppakken. Ja. En dan opeens boom. Maar dit komt allemaal door de meme season. Ja. Daarmee. Dit is gewoon pep. Mensen die pakken hun pep in geld en roleren met die andere projecten. Ja. Vandaar ik nu, aangezien het meme season nogmaals, ik zag het daar voor de vierde keer in 4 minuten. Gooi ik gewoon letterlijk. Overal op dit soort projecten waar er momentum is, zoals op Twitter, als op de degenerate zoals Wall Street, Bets en dan die hele GME gebeuren. Ja man, ik hoop dat ik ook eentje de volgende 10x te pakken krijg met deze meme season. Aangezien het nogmaals meme season is. Even kijken, dan was er nog iets. Het is zo dat ome Jan, die komt aanstaande donderdag, zit hij ook in de chat op dit moment? Nee, dat niet. Die zit aanstaande donderdag, gaat hij met ons wat tips en tricks delen over traden. Hij deelt namelijk ook steeds technische analyses omtrent Bitcoin in volgens mij de Bitcoin of de analyse kanalen. En hij heeft wat tips voor ons die hij gaat delen. Dus wees er zeker bij aanstaande donderdag op het moment dat we het daarover gaan hebben. Even kijken.
Thijs zegt GameStop van $1 naar 240. Ja, inderdaad. En dat was dus, GameStop is dus een echt aandeel in de echte wereld. Traditional finance, om het zo maar te noemen. Het is dus ook echt een Amerikaans bedrijf dat spelletjes verkoopt. Een soort computerspel. Die arcade, ook die arcade dingen, toch niet? Nou, voor mij eigen PlayStation, een soort e-plaza en zo, weet je wel. Of, hoe heet dat? GameStop. Of Game Mania, een beetje zo'n winkel. Ja. Maar het ding is, wat zij dus hadden was de gedachte erbij was van, er werd een short gedaan op GameStop. Dus oftewel, er waren investeerders, grote financiële instellingen, die wilden dat het aandeel naar nul zou gaan. Want hun stelling was, de hele game-industrie digitaliseert. Er zijn geen spelschijven meer. Iedereen koopt alles in de digitale winkel. PlayStation Store, Xbox Store, weet ik hoe het allemaal heet. Dus de kans dat dit soort bedrijven in combinatie met hun balance sheet nog gaan leven in de toekomst is niet heel. Dat is gewoon 1 plus 1 is 2. Maar de meme, gewoon de meme, de grap van nee, games, fuck it. We gaan gewoon dit helemaal voor de lol gewoon kopen. En dus is die destijds naar $240 gegaan. En omdat die op een gegeven moment vloog en bleef vliegen en iedereen erin bleef gaan, ja, ging die dus inderdaad van blijkbaar $1 naar 240 of misschien zelfs meer. En hetzelfde was nog iets anders. Reddit was inderdaad de oorzaak. Daar gebeurde het dus op het Wall Street Bets Reddit thread kanaal. Hoe noem je maar er zat meer achter, want als ik het goed heb, de Wall Street voor GameStop shorten. Ja, dat zeg ik. Zes. Maar aansluitend, ze vonden het dat insider trading. Dus even voor perspectief, Wall Street vond het niet leuk dat Reddit dus een hele movement heeft gestart tegen hun shorten. Ja, precies. Oké, maar Wall Street heeft wel afgesproken om met z'n allen gezamenlijk één stock in het bijzonder te gaan shorten. En ze noemen dat geen insider trading. Dus Wall Street die vindt het dus nu niet leuk, omdat ze hebben echt heel veel money verloren, Wall Street, door die trade. En ik vond het gewoon grappig, want puur omdat Wall Street wordt aangevallen door dus de community van x aantal, ja, miljoenen mensen. Ik weet even niet hoeveel mensen dat waren. Dus een spelletje tegen hun, een eigen spelletje tegen hun gebruikt. Dat vonden ze niet leuk, konden ze niet hebben. En hebben ze van mij, zijn ze gered geworden door een paar instellingen. Want ze hebben, noem maar het, stock gestopt. Een training van een heleboel dingen hebben ze ook gestopt. Ja, klopt. Je kon op een gegeven moment kort niet meer kopen. Ze hadden de bijbetten weggehaald, letterlijk. Zie, en dan moet je begrijpen, boys, waarom? Omdat die mannen, deze hedge funds, ze verloren zoveel money, hadden ze nooit zien aankomen. Waardoor dus eToro en ik en al die apps niet, waar je kan... Ik weet Robinhood en zo. Robinhood, juist. Alles hebben ze gekend. Yo, haal het weg nu. Omdat ze om in money gingen. Ja, klopt. En dat wordt dus ook allemaal uitgelegd in die documentaire. Dus nogmaals, boys, check hem. Dat is echt een interessante documentaire om te checken. We fucken Wall Street op. Ja, en een andere, als je dan toch een beetje aan het Netflixen bent en nog weer shit wilt zien. Hand voor de Crypto King of zo. Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Is dat de nieuwe? Die ken ik niet. Ken je deze niet? Deze is zo lauw. Dus het ging over die Canadese crypto exchange. Ik ben heel even vergeten hoe die heet. Even kijken. Als ik die naam zie, dan weet ik het. Ik heb hier ook over geschreven, een artikel. En ik heb die documentaire gezien. Nou, maakt ook verder niet uit. In ieder geval, het was een Canadese crypto exchange. En wat er op een gegeven moment is gebeurd, is dat de CEO was de enige met toegang tot die tegoeden, zeg maar. Dus met de private keys van de exchange. En wat er toen daarna is gebeurd, is dat die guy is ineens dood. Maar guy spoorloos, niet te vinden, dit en dat. Dus één chaos, want heel die exchange stond voor miljoenen, miljarden, weet ik voor hoeveel, stond er op die exchange en ze konden er ineens niet meer bij, omdat de enige guy die toegang had tot het tegoeden, was loes, verdwenen was. Maar dus zijn ze zeg maar gaan kijken van oké, waar is die guy dan en hoe is die dood gegaan, dit en dat. Ja, en dan moet je eigenlijk gewoon die documentaire checken, want dit is echt zo'n bizar verhaal weer gewoon van dingen, gebeurtenissen die zijn gebeurd in de crypto space al in een hele korte tijd, want de crypto bestaat nu maar pak een beetje 14 jaar, zeg maar. En dit is ook weer zo'n verhaal dat je echt moet kennen en echt een classic is in de wereld van. Haast vergelijkbaar met McAfee, man. Ja? Hebben die documentaire van McAfee ook gezien? Ik heb van McAfee gezien. Van McAfee wordt dus ook weer geclaimd dat hij waarschijnlijk nu weer zijn dood heeft gefaked. Maar hij ging er net als Tate wel tijdens de Matrix. Hij was out of the system ook, toch? Juist. Maar ik dacht dat ze hem gewoon hebben gekild, man. Net als wat ze met een heleboel mensen doen die
tegen het systeem ingaan. Zou kunnen. Nou, ik denk wel sowieso dat er wat lijpe dingen gebeuren. Want heel veel mensen in de crypto space zijn ook echt vermoord. Hè? Ja. Heb je het meegekregen van die Maker guy? Van MakerDAO of zo? Nee, maar die Cash App guy laatst nog. De guy die is gestoken toch? Ja, en ja, zo leuk. Toevallig door wie iemand die... Ja, ik weet niet even, maar... Het all makes sense. Alles goed met de reden. En die Cash App, dat was gewoon die directe concurrent van de FedNow. Nieuw betalingssysteem. Ja. Vandaar dat die guy ook gewoon doodgestoken is. Ja. Even kijken, maar het was dus wel iets raar. Dat was vorig jaar, ja. Net voor die FTX debacle. Wacht even, dus deze guy, hij had dus een tweet gepost. Dit was... Ja, ik weet het nog weer. Van, yo, if you find me dingen, er is iets gebeurd, die zit dat die. Ja, man, even kijken. Oh ja. Dus dit is de CEO van ook een crypto project. Zo, apart. En een van zijn laatste tweets was van... als ik... even kijken, wat was het nou? The CIA en Mossad and Pedo Elite are running some kind of sex trafficking entrapment blackmail ring out of Puerto Rico and Caribbean Islands. They are going to frame me with a laptop planted by my ex-girlfriend who was a spy. They will torture me to death. 28 oktober. 4 dagen later. Uren later, dood. Oh, dit? Nou, dat is toch lijp. Dus, ja, maar sorry. Ja... Weet je, ik ben er niet bij geweest. Ik weet ook niet wat ik ervan moet geloven. Maar er zijn wel altijd hele rare dingen gaande, zeg maar, in de crypto space. Dus ik denk van... Nou, niet alleen crypto, hè. Want ik denk dat... Gewoon wereldwijd, gewoon. Weet je nog, voor jullie die het niet weten... ik ben haar naam even kwijt, maar van me heb ik al een keertje verteld... dat ik denk dat Michelle Obama een man is. Ja, klopt. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar... Ja, zeg het, nu moet je het uitleggen. Maar is er een... Als misschien nog even googelen hoe die vrouw heet. Deze mevrouw heeft ooit aangekondigd van, hey, het zou niet apart zijn, we hebben nooit, zoek maar, woman claim, transgender, ja, trans. Hoe, één mevrouw, ja, kun je dat niet, dat is een man, Alex Jones. Diana Lorraine? Ja, dus dat zou kunnen, ja. Diana, ja, ik google haar, is een blonde dame, iets oudere mevrouw, nee. Anyway, zij heeft dus aangekondigd op tv, en die had geen blad voor haar mond, die gaf gewoon aan dat... dus de VS met Barack Obama als president, het best uniek is, want dat is de eerste gay president die er is. En zij gaf dus aan, ja, want Michelle is trans. En ik heb dus, ja, daarom vind ik Twitter leuk, je kan zoveel onderzoek doen en dergelijke. Mm-hmm. Ik ben niet document, ja, ik ga niet alles screenshotten, ik ben niet zo'n rare cringe, je weet toch? Mm-hmm. Maar ik heb genoeg evidence gezien. Oh ja, bedoel je deze? Juist, deze mevrouw. Yes. Is a trans. I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Ja, ze zijn een paar maanden later was ze gewoon dood gevonden. New details emerging from the federal investigation into the death of Joan Rivers. A new report says terrible mistakes were made. It's this simple. Anyway, nee, maar het is media. Media hebben dus de anderen sowieso in handen. Daar gaan we niet verder op in. Mm-hmm. Maar dus op Twitter heb ik een heleboel documenten gezien waarbij dus... Ja, Michelle en Barack naast elkaar en die kids. Mm-hmm. En dan hoogstwaarschijnlijk de echte ouders. Mm-hmm. En dan zie je dus echt de overeenkomsten zijn gewoon vele malen met dus de... Niet Michelle en Barack, maar die andere ouders. Bijvoorbeeld neus, ogen, oren, gezichtsstructuur, alle kleur zelfs. Mm-hmm. Maar hele Barack zelf is een lie. Want ze zeggen dat hij dus in Amerika geboren is, maar officieel is hij in Kenia geboren. Mm-hmm. Zijn documenten zijn vervalst. Zelfs bij Michelle ook. Die was tot... 2008, voordat Barack president werd, was Michael geregistreerd als een man. Mm-hmm. En opeens is het veranderd naar een vrouw. Mm-hmm. Snap je? Dus een heleboel dingen kloppen niet. En ik heb die buisstukken gezien. Nu is de vraag, ja, wat weet je wat echt is en wat niet is in de digital age waar we nu in leven. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik denk dat dit echt zo is. Mm-hmm. Want je ziet Michelle Obama nooit nergens in bikini en dergelijke. Ik heb niet lang onderzoek gedaan, maar ik heb best gezocht van, yo... Yeah. Weet toch, ik heb haar nooit een kind zien krijgen, of snap je, met de kids of zo, weet je. Mm-hmm. Ook geen kinderfoto's met die kinderen, snap je? Dus dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn, weet je. Want als je kids hebt, heb je toch foto's met je kinderen als ze een baby zijn, als ze 3 zijn, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dat allemaal ontbreekt. Dus dit is wel een fire. En waarom dus het naar mijn mening zou kunnen kloppen als het zo is, dat verklaart wel een hele hoop wat er dus momenteel afspeelt in Amerika, en Noord-Amerika eigenlijk. De hele transgender Tory, wat voorheen de LBGT community was, wat nog naar mijn mening geaccepteerd was, heb je nu 2 SLLBGTQT+.
Zo noemen ze het. Ja, is zo. Okay, Yuzu, ja. Het is gewoon een wifi-wachtwoord en dergelijke. Neem me niet te lichtelijk, ik heb rare dingen gezien. Je moet ze niet aanspreken. Deze mensen zijn echt mentaal gestoord. Echt, ik zag iemand was naar een toko geweest. Die ziet zo'n trends met een houwer of een hele grote bel naar binnen lopen. Toch, jij ziet het. Denk, hey. Je zegt van, hey, dat is wel een grote bijl heb je bij je. En die man, of die vrouw, man, trends. Anyway, vers op je video. Zie je gewoon, je wilt gaan bestellen. Je komt aan de kassa. Dat ding. Dus, bam. Gewoon die guy bloedt. Dan de andere guy ziet het. Hak die ook. Ja. Nogmaals, joh, deze mensen zijn mentaal niet in orde. Als je ze ziet, laat ze met rust. Zeg er niks van. Leef je leven. Maar ze zijn achter onze kinderen aan, man. En dit. Ja, ik zeg gewoon duivel. Deze mensen hebben zeten. Ja, dus eindstand, maar wat we doen met deze informatie is dus dat het waarschijnlijk gaat om het het vervrouwelijken van mannen, zodat... Ik snap het niet. Want nu zie je ook meer dat staten komen op van, hey, transgender vrouwen kunnen niet meedoen aan vrouwen. Ik vroeg me altijd af... Is dat echt opgestemd, dat het niet meer mag? Waarom hebben ze niet hun eigen evenement en sportwedstrijden en dergelijke, toch? Je wilt transgender, oké, motherfucker, ga maar daar transgenderen. Of wat je wilt doen. Ga niet de vrouwen afknaken, toch? Want wetenschappelijk is het bewezen, een man die is veel sneller, veel krachtiger. No offense aan de vrouw, ik ben niet aan het bashen aan vrouwen, ik ben niet vrouwen neer aan het halen. Maar het is gewoon een feit dat een man gewoon sterker is aan een vrouw. Dat is gewoon logisch. Ja, depopulation. Klopt. Inderdaad, er zijn te veel mensen. Maar, echt, wat er nu in de wereld gebeurt. Ik denk dat mensen er niet bij stilstaan wat er nu in de wereld gebeurt. En we leven echt in een heel bizar moment eigenlijk. En daarom willen we, of onze bedoeling is om zo snel mogelijk hieruit te komen. Want de wereld, 99% gaat puin zijn. Voor de mensen die niet weten, laat even naar Philadelphia kijken hoe het in Amerika is. Dat is wel een ghost town genoemd, maar meerdere steden zullen zo worden in Amerika. En dan vraag je af, waarom praten jullie zo vaak over Amerika? Nou, het moet. Wat wil je zien? Oh, ga maar YouTube. YouTube, gewoon Philadelphia Ghost Town. Of juist. Dit gaat... Ja, is maar die tweede of die derde, man. Dit gaat gewoon overal in Amerika gebeuren. En waarom het belangrijk is, is omdat Amerika... Ja, dat is de World Reserve Currency. Dus wat met hun gebeurt, gaat Europa voelen. Zullen wij voelen. De euro... Je hoeft niet echt alles te zien, maar dit is overal zo, hè? Hele stad. Anything. Je kan gewoon, deze guy rijdt gewoon rond. Kijk naar die stad, joh. Ja, chaos. Ja, dit is echt... Iedereen is gewoon ultra crack. Ja, iedereen is gewoon crackie. Crackhead. En in Minnesota, volgens mij, waren ze nu dus ook zo ver. Ja, dit is echt... Maar anyway, dit wordt dus de wereld waar we naartoe gaan. Omdat je dus niet rond kan komen, je weet niet beter. Dus... Niet dat 99% zo zal zijn, maar 90% zal zo zijn. 9% zal dan normaal zijn. En die 1%, ja, die is living the good life. Ja, ja. En daar zou ik wel willen zijn, ja. Zullen we ook wat analyses even openen? Ja. Genoeg. Okay. Nou, maar ik zie de mensen om door erop ingaan op die... Even kijken. Het is ook allemaal wel interessant, maar we hebben geen invloed op, toch? Agility is laag. Super, man. Nou, kijk, weet je wat het wel is? Je moet wel goed zien wat er gebeurt in de wereld, omdat je het niet per se kan veranderen, maar je moet er wel mee omgaan. Die population, is het. We hebben wel invloed op als je kinderen hebt. Ik ken mensen die een zoontje van 7 hebben en veranderd naar een meisje omdat hij zich niet goed voelt in zijn lichaam. En als ouders moet je dat toestaan, heb je invloed. Ja, precies. Ja, nee, kijk, die kinderen worden ook gebrainwashed door deze drag queers, of hoe de F zo ook genoemd worden. Mannen die als vrouwen gekleed staan, die gaan boeken voorlezen over van kinderen tussen 3 en 6 over anale seks en pijpen en dergelijke. Yo, ze verkloten onze kids, letterlijk. Ja, dat gebeurt nu op basisscholen, eigenlijk. Ja, letterlijk, guys. Dit is geen cap, hè. Dit is... Yusuf, man. Maar anyway, daarom, je wilt eruit, je wilt voor een betere toekomst. We moeten echt zo snel mogelijk deze... normale mensen met rust laten. Dan gaan we ons eigen leven leiden, man. We gaan naar Dubai, die nieuwe steden, Hongkong, Singapore. Shit like that. Hoe doe je dat? Door te treden. Onder andere. Ik ga ook even trainingsuur in de tussentijd openen, want we hebben een paar analyses voor jullie.
Of in elk geval cryptocurrencies die nu interessant zijn om te kopen. Even kijken. Nu moet ik heel even checken. Waarschijnlijk, ik heb deze analyse eerder gemaakt. Maar volgens mij zit ik er al in. Ja joh. Ik wilde eigenlijk zeggen van, hey boys, de prijs gaat richting dit level. Ik heb hem mijne ergens ingezet op 2.8 om eerlijk te zijn, maar hij is al iets lager geweest en nu trekt hij weer bij. Maar Vila Exchange is dus wel, als je kijkt naar de huidige prijs en gewoon de analyse, dan is dit een moment dat je kan besluiten om Vila Exchange te kopen. Vila Exchange staat dus ook echt in het rijtje met fundamentele projecten. Wat was er ook mee? Meeste Total Value Locked of zo? Of, ja, het is een GMX variant. Ja, Perpetual Exchange. Maar ze hebben iets is naar 5 miljard gestegen. Maar het is puur om de airdrop. Hè. Ze gaan nog een airdrop doen. Dus Wie? Het kan, ja, Vila. Vila dus, gaat een airdrop dan? Ja, ja, voor iedereen die het gebruik gemaakt heeft van Vita. Ja, ja. Dus onthoud, de prijs kan nog dumpen. Hè. Ik weet niet hoeveel airdrop ze gaan doen, hoeveel munten. Maar ik denk dat die prijs gaat boeren met ergens zo. Precies daarom gaat die bouncen. Maar Vila, kijk, nogmaals, de boeren moeten beginnen, guys. En daarom zeg ik ook, ik ga pas meer geld erin pompen wanneer Bitcoin een week boven 31k heeft geopend. Of in een week naar 38k gegaan is. Want dan wordt het kopen of traden of investeren in projecten veel makkelijker, minder risico. Toch omdat we nu echt zo sideways gaan, is de kans heel groot dat we dus nog vallen. Ik wacht echt puur op de bevestiging, want als de bevestiging er is, is het investeren in projecten nogmaals veel makkelijker, omdat Bitcoin gaat vliegen, de hele markt gaat vliegen. Nu zitten we echt ertussenin, niet wetende als we omhoog gaan of omlaag gaan. Ja, wat ik voor mezelf heel erg probeer te doen is, ik ben het er mee eens. Ik denk dat op het moment dat Bitcoin dus inderdaad boven de 30k sluit en daar blijft, dat we dan heel veel stijgers gaan zien voor niet alleen Bitcoin, maar ook de altcoins. Maar in die tussentijd wil ik wel graag de bodem zoeken van de projecten en daar gewoon in bijkopen. Dus ik heb hier ook maar voor een klein bedrag bijgekocht. Dus niet omdat ik nu 10.000 euro erop knal of zo, zeg maar. Dus, maar je wilt wel, zeg maar, hier inkopen. Voor hetzelfde geld retest die weer even de trendlijn of iets in de trant. Zou je daar weer een stukje kunnen verkopen. Dus je kan heel makkelijk fundamentele projecten, als het ware daytraden of swingtraden is het meer. En dan zijn dit wel gewoon momenten dat je het beter hier kan kopen dan dat je het hier inkoopt. Snap je wat ik bedoel? Dus in dat opzicht heb ik dit gewoon gekocht op de 280. Hij is al iets lager geweest. En het is aan jou of je dit ook doet. Maar doe er vooral onderzoek naar. En volg niet zomaar blindelings wat wij doen. Wij kunnen het ook fout hebben. Maar dit is wel wat ik heb gedaan. Alleen ik heb hem echt vanmiddag gemaakt. Dus het is een beetje jammer dat hij nu alweer erboven zit. Oké. Andere analyse is Rio. Zo, ik keek naar deze man. Die is even echt bij je gedaan. Die is opeens welke? Rio. Deze? Ja, dat hij zo minder is. Ja, maar ja, ik heb hier dus wel ook weer een buy-order gezet. Volgens mij heb ik hem op 0.1919 gezet. Dus dat is ergens hier zo. Daar is de prijs nog niet naartoe gegaan. Maar daar, dat is wel het moment waar ik... ik hoop dus dat de prijs hier naar zakt. En dat is dan het moment dat ik weer bijkoop. Dus doe met die informatie wat je wilt. Even kijken. Even de chat lezen. Bro, hier pas kinderen als ik echt financieel vrij ben. Ja, voor mij net zo, man. Een jongen niet jongen is een jongen, doet geen rok aan. Een nagellak en nippenstift op. Ja, nee, klopt, man. Niks naar school, private school, back to business, me too. We 100% redders, ready zijn strijders kweken. Eens. Nee, zou ik ook niet handelen als mijn zoon dat zou willen doen. Ziet er wel werkt uit. Check Opti zo nog. Gaan we straks even checken. Injective protocol heb ik ook een chart voor gemaakt. Volgens mij heb ik een reversal gespot op de hogere timeframe. We hebben vandaag zelf ook ingestapt. Nou, we kunnen er zo naar kijken. Dus, want daar heb ik ook een analyse voor. In ieder geval, Relio Network. Mijn bij zit ergens op de 1919. Dat is het moment waarbij ik afwacht om deze aan te kopen. Maar die is inderdaad wel flink gezakt in de tussentijd. Maar ja, lagere prijs is betere inkoop. Zo zie ik het altijd. Even kijken. Dan hebben we Credify. Deze ook interessant om een beetje deze periode in te kopen. Ja, volgens mij is die ook al boys, je ziet het. Die analyse die komt wel gewoon uit. Maar ik heb die analyse al maar ergens in de middag lopen maken, snap je?
hier ergens, denk ik. Maar we zien het nu, die prijzen die gaan richting de prijs waarbij ik hem wil. Volgens mij staat mijn bij wel op 0,062. Dus dat is ergens hier. Dus mijn bij is nog niet gehit. Maar je ziet wel dat, dat die weer richting dit niveau aan het zakken is, de prijs. Maar ook weer een ja, relatief mooie bij om zeg maar in te gaan over een periode van tijd. Oh ja, wat het ook was. Ik zal het even laten zien. Ik had deze gebaseerd op de Fibonacci. Dus ik verwachtte een retracement naar nou, ongeveer hier. Dat is gebeurd. Ik had ook eerst een analyse gemaakt dat de prijs hier naartoe zou zakken. Maar dat ik bang zou zijn voor de FOMO. Nou ja, gelukkig heb ik hem niet gekocht en ben ik niet meegegaan in de FOMO. Want hij is dan wel aanzienlijk gestegen, maar is ook weer teruggezakt richting dat level. Eindstand niet exact het level gehaald, maar we zitten nu hier een beetje weer support te vinden. Binnen de retracement, zeg maar. Dus vandaar dat ik hier dan in dit gedeelte mijn bij probeer te vinden. Maar hou er wel rekening mee dat omdat dit hele lage market cap coins zijn en deze coins relatief nieuw zijn, dit support eigenlijk helemaal geen kracht heeft of iets in die richting. Dus het kan zomaar dat die verder wegzakt en gewoon crasht. Dus hou daar rekening mee als je dit doet. Maar het is wel open en transparant waar ik me bij heb staan voor Credify. Maar nou, waar kan ik crashen dan? Zoom eens even uit op de daily. Zou dan ook even erbij kunnen checken? Nou ja, ik crash dan gewoon heel snel terug naar dit devil, zou ik zeggen. Daar, ja. Dus ik denk inderdaad... Trek een lijntje daar. Daar zou ik hem bij zetten. Want als BTC valt, zou ik hem daar droppen. Ja, dus dat is ook wel een beetje wat je in gedachten moet houden. Hè? Dus dat zei ik ook bij mijn vorige aantal analyses van... Die waren op basis dat Bitcoin zou verder zakken. En toen is Bitcoin gestegen weer terug naar die 30k. Dat was zeg maar die movement dat we hem zagen naar 30k gaan. Ja, en gelijk terug. En dan weet je automatisch al dat de analyses niet kloppen, omdat ze zijn gemaakt op basis van die informatie. Dus speelt dat dan niet uit, dan speelt die analyse ook niet uit. Zo simpel is dat. En daar hebben we het ook over in de podcast over gehad, toch? Ja. Dus als jij een bepaalde gedachte hebt die ergens op gebaseerd is en dat gebeurt niet, gebeurt het tegenovergestelde. Waarschijnlijk, want jouw gedachte is waarschijnlijk wel goed, snap je? Maar dat dan dus voor Credify. Dan hebben we Arbitrum. Even kijken, deze had ik voor mij op Qcoin gemaakt, hier zo. Als het goed is... Nee. Even kijken, dan heb ik hem hier zo gemaakt, ja. We gaan even wat inzoomen. Oké, ja, die chart is een beetje fokt op omdat die eerste candle zo faya is, zeg maar. Even kijken, hier heb ik me bij hier zo gezet rond de 1.3 zoiets. Als het goed is. Nee, dat is niet waar. Ik wacht hierbij tot die hier naar terugvalt. Nog steeds het 1.25 level ongeveer. Dus ik hoop eigenlijk dat deze ook verder wegzakt. En nogmaals, al dit verder wegzakken verhaal is dus ook op basis van dat Bitcoin dus niet boven de 30k uitgaat. Hè? Dus ik verwacht dat Bitcoin nog steeds moeite zal hebben om door dat level heen te breken. Is ook iets wat ik persoonlijk hoop, omdat dan de prijzen langer laag blijven. Dus er zit een klein beetje hoop in, gewoon om heel eerlijk te zijn. Want ik wil gewoon nog langer de tijd hebben om meer crypto aan te kopen. Omdat we, kijk, het is een garantie dat Bitcoin naar 1 miljoen gaat. Voor mij in elk geval in een bepaald moment in tijd. Dus laat alsjeblieft de markt zo laag mogelijk blijven. En hopelijk breken we nog niet door boven die 30. Dat gezegd hebbende wil ik ook niet dat we weer onder de 20 gaan zakken of zo. Want dat zou wel een heel bearish scenario zijn. Maar wat nu een beetje gebeurt, is dat Bitcoin gewoon lekker weer terugzakt naar die 27k zo. Gaat hij weer omhoog. Ja, totdat hij weer een beetje terug manoeuvreert. Want zolang er zeg maar onzekerheid blijft in Bitcoin, gaan de altcoins bloeden. Dus daarom denk ik dat zeg maar dit voor mij een mooi punt is om te kopen. Dus dat zou betekenen dat we hier door een soort van support heen moeten zakken. Maar ik denk dat dit haalbaar is voor Arbitrum. Dus in elk geval waar ik pas weer Arbitrum ga aankopen. Even kijken. Dan hebben we Trader Joe. USDT denk ik. Voor mij heb ik deze gemaakt. Ook op Maxi. Ja, Trader Joe. Van 70 dollar cent komt die af. Ik heb ergens verkocht rond de 50 cent. Hier zo voor mij op deze lijn heb ik voor mij verkocht. Dat is 55 cent. En nu ben ik eigenlijk aan het wachten. Ook omdat dit level is gebroken.
dat we terugvallen naar $36. En dat is waar ik eigenlijk mijn Trader Joe weer ga aankopen. En dat komt eigenlijk voort uit deze punten of zo. Ik ben even vergeten waarom ik ze heb neergezet. Inderdaad, het komt uit deze niveaus terecht. Dus het zijn eigenlijk hele grote wicks geweest in het verleden. Die vervolgens in de toekomst weer aanzienlijk gerespecteerd werden. Daarom dat ik denk dat deze levels heel relevant gaan zijn. En dat we hier flink doorheen gaan vallen nu dat dit level eigenlijk is gebroken. Dus mijn buy staat hier. Mocht Joe verder crashen, dan is dit dus het level waar ik naar kijk. Dus rond de $0.30. Maar ik wil hier al gaan inkopen. Wat betreft Trader Joe. Dan hebben we Injective Protocol. Daar werd om gevraagd. Zou ook even kijken of er nog wat is gezegd in de chat. Rekening houden met beide scenario's. En dat altijd doen. Dus hou ook altijd gewoon serieus rekening met beide scenario's. Maar wat het wel is voor mij, is dat als ik bijvoorbeeld een crypto verkoop en crypto stijgt door, dan mis ik mijn buy moment. En dan moet ik dus weer duurder inkopen, terwijl het wel je bedoeling is om goedkoper terug te kopen, snap je? Dat gezegd hebbende, zijn er ook strategieën in. Dus als ik een crypto verkoop, zeker als het dus fundamentele projecten zijn die we nu een beetje aan het doen zijn. Want dit zijn wel voor mij long-term holds. Dus eigenlijk cryptocurrency waarmee ik de boeren door wil gaan. Als je dan zeg maar een winst behaalt, is verkoop ik de helft. Dus op die manier ben je altijd in staat om zeg maar in de game te blijven. Niet de boeren aan je voorbij te laten gaan. Maar wel soort van te gaan swingtraden met het budget dat erin zit. Snap je? We hebben naar mijn mening ook nog geen echte FOMO gezien. Nee, zeker. Nee, dit is niks, man. FOMO, er is totaal geen FOMO. Sterker nog, er zijn nu heel veel mensen die heel erg negatief praten over Bitcoin, crypto. Denken dat het verder gaat zakken. Zeker mensen die niet betrokken zijn met crypto. Kijk, de FOMO is daar als straks weer jouw kapper takkie over crypto, zeg maar. Nou, maar dat is wel zo, toch? Mijn kapper niet, die heb ik niet. Maar je weet toch, dat zijn wel zeg maar de mensen en momenten dat als een tante, een niffel, een dit en een dat allemaal ineens weer over crypto begint, dat is het moment dat jij je winst moet gaan pakken en moet gaan uitcashen. Want dat is het moment, omdat jullie er nu al in zitten, snap je? Dus al die mensen gaan dan instappen, dan gaan ze ineens vragen, oh, welke coin moet ik halen, dit en dat. Dying, te laat, nu is wanneer het erom gaat. Thanks. Even kijken, geen no-coiners die naar me toe zijn. Ja, precies, een no-coiner inderdaad. Gewoon zo'n guy die eigenlijk helemaal niet in crypto zit, die dan ineens komt met, oh ja, ik hoor dat en dan komen ze met het meest wazige project dat je ooit in je leven hebt gehoord. Weet je, dat ze satelliet op de maan willen plaatsen. Dus zo kwam Mattie een keer bij mij toch. Ja bro, deze crypto wil satelliet op de maan plaatsen. Helemaal met zo'n fout. Ik zeg, broer. Ja toch. Ik zeg, lauw man. Ik zeg, zou hem halen man. Goed, nee, maar op het moment dat soort shit gebeurt. Dat mensen die totaal geen verstand hebben ineens komen met concepten die alleen lauw klinken. Dat is het moment dat je moet gaan uitcashen en je winsten moet gaan pakken. Of alles in Bitcoin zetten, bedoelt Mike. Ja, precies. Ja, toch? Nee. Denken jullie dat Apes nog een keer 10 zou gaan? Dat is een vraag voor jou, man. Dat is die meme. Ja, man. Bij 10x ga ik eruit. Nogmaals, ik hoop niet dat je een Apes hebt verkocht voor degene die een Apes zijn gestapt. Ik heb ook echt zo een kleine L moeten pakken op die. Deze is het. Maar hij is terug aan het komen. Zie je? Zet hem even op 7 dagen. Ja, man. Even comeback. Ja, ik hou Ape nog steeds. Ik hoop sowieso dat hij teruggaat naar de all-time high van $14. En van daaruit een keer 2 zou wel lekker zijn. Mm-hmm. Maar het is op een centrale exchange gelist. Dus dit is goed. Dat de volume scene is goed, want dat betekent dat er leven is. En nogmaals, zolang de meme season aan blijft houden, kan Ape echt zo naar... ik wil niks zeggen, maar Ape heeft als het goed is een waarde van 3 miljoen nu. Marktwaarde. Mm-hmm. Dat betekent dat het een pep is, joh, dat is gewoon een keer 100. Ja. Even perspectief. Dus kan Ape een 100x doen als ja, het maar, vergelijkt met pep? Wat, ja. Ja, maar wat ik dan wel vind, zeg maar, qua meme value, is pep is wel pep. Ja, oké, okay, dat wel. Dat toch, wel. De Ape is... Dat wel. Nee, maar no, wacht even. Nu gaan we discussiëren. Oké. Okay. Want Ape, als je iets Ape't... Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat voel ik, dat snap ik. Zie, maar je ape shit. Je bent ja, tuurlijk. Maar er is meer degen shit, zeg maar. Yes. En ape, dan kijk ik en dan is het eigenlijk een soort pep. Nou, ape is een ape. Anyway, kijk, maar dit zijn dus de gesprekken die dit soort mensen bij dit soort projecten hebben in de Twitter, in de communities. Slaat nergens op. Koek, koek. Je hoort mensen schreeuwen, de honden blaffen. Yo, it makes no fucking sense. Maar het levert geld op. Heel bizar. Vandaar ik dus nogmaals probeer om in memes
in te slaan. Mm-hmm. Is het niet wijs om te kijken naar de meest klassieke memes? Want Doge is een hele klassieke meme. Pep is een hele klassieke meme. Is het niet het... Weet je, zoeken we niet die... Ik weet niet, man. Je had toch ook vroeger die Rage Guy en zo? Dat is ook wel is Rage Guy heeft eentje gedropt. Hebben ze eentje gedropt? Ja, deze Rage guy. Guy, zie. Maar deze, dus dat project is opeens gerokt. Dus dat is het probleem. Je weet niet als het die echte is. Ja, ja, precies. Hoe weet je dat die Pep is? Als je snapt wat ik bedoel. Ja, precies, precies. En dat is dus het probleem met de decentrale wereld. Want eigenlijk zou je dus zeg maar op dit soort memes echt die old-time classics. Want dit is wel Pep tijdperk, zou ik zeggen. Ja. Nou, dit is... Edit 14 jaar geleden. Pep. Dit was denk ik voor Pep. Pep is hierna gekomen, denk ik. Ja, precies. Ja, precies. Ja, als Race Guy dus eentje zal droppen nu, kijk, dat gaat helemaal kwijt gaan. Dan heb je een vuurtoken of zo, weet je wel. Zie. Ja, ik weet het. Maar ja, oké. In ieder geval... Hoe ik mijn keuzes maak, check op Twitter. Want laten we even teruggaan naar die Wall Street Bets en die GME die we daar open hadden. Hier, deze? Twitter is mijn... Kijk, zie je? Geweldig. En die andere? Andere GME? Deze. Oké, die is niet zo geweldig. En die WSB? Wall Street Baby? Ja, zie, kijk, Twitter geeft mij die alpha. Van, yo, Twitter heeft precies hier waar je stond... Hier zie ik iedereen erover praten. Mm-hmm. En als iedereen erover praat en ik de grafiek stel dat het mooi is, mm-hmm. Zo doe ik een meting van oké, ga ik hierin in of niet. Mm-hmm. Maar ja, is allemaal nieuwe projecten. Met memes weet je het nooit, don't ape too much. En good luck. Even kijken, het kan gek gaan, het kan niks worden. Het zijn memes. Ja, dat is het dus wel. Optisor ook nog even checken. Ja, precies. Even kijken hoor. Injective, ja, die heb ik hierna ook. Dat is de laatste analyse ook. Even kijken. Maar wat gingen we nou doen? Opti. Van als je Opti klikt, dan zie je het wel. Hier zo? Ja, zie je. Waar staat hij dan? Opti. Boven. Ik zie onder, dan zie je het gevoel. Juist. Oh, gewoon hier. Ja, ik denk, het staat daar open of zo. En dan die vierde. Ja, Opti is op ons gepoeperd, man. Even op een dailytje. Of op 4-hour. Ik had hem thuis. Thuis is hij letterlijk helemaal de onderste lijn die ik getekend had. Kan niet, in de Discord heb ik hem ook gezet. Ja, zie, hij rebounds precies op die lijn. Ik zal een update zetten in de Discord. Die lijn van Optimus. Maar ik weet niet waarom Optimus nog niet gevlogen is, jongens. Ja, Pep's nemen over. Maar nogmaals, het moet allemaal nog beginnen. Hè? En iedereen verkoopt alleen. Maar don't be scared. Want weak hands zullen spijtig. Maar dit is toch wel, hoe je het went of keert, gewoon een makkelijke 2-3x als die even teruggaat. Gewoon. Ja, zie. Maar nogmaals, Ik ben geen trader. Hè? Maar Optimus is dus echt alleen een Uniswap ding, denk ik dan. Het zou kunnen, moeten we checken via Coin. Ik denk dat ze wel op Maxi zijn inmiddels. Optimus AI. Opti. Als goed is, zijn ze wel op Maxi, hoor. En misschien nog een paar andere. Oké, gek. Zie. Ja, dus hij is wel leuk te traden eigenlijk gewoon. Ja. Want dat heb ik wel een beetje met Uniswap en zo. En Ethereum-based tokens. Het is niet leuk om zeg maar een klein beetje te splashen. Want als je maar 100 euro splasht, wat ik zeg maar met memecoins zou doen. Mm. Dan gaat er al heel snel zeg maar 20 euro af of zo, weet je. Ja. En als die dan wegzakt met een 30%, dan kijk je naar je ding. En dan denk je van, waar is mijn barkie gebleven, weet je wel. Ja, dat is zo loose. Dus als ik dit zou doen, zou ik het op Maxi doen. Mm-hmm. Maar op zich, ja, het ziet er wel mooi uit dan. Waar is het nou? Hier zo. Zie, dit is wat, als je de lijn zou tekenen, is gewoon echt precies in die range zit hij. Hij heeft hem maar getikt. Eigenlijk mag hij niet lager, maar daardoor, zullen we lager gaan waarschijnlijk. Maar ik denk niet, dat hier ergens gaat bouncen. Gewoon, pieuw, gaat hij een V-bottom, V-shape bottom gewoon maken. Ja, nou, zou kunnen. Ja, ik zou dan wel hier gewoon erbij zetten inderdaad, op precies die lijn gewoon. Ja, 26. Dat je echt gewoon de goedkoopste prijs hebt. En mis je hem dan, ja, jammer dan, weet je wel. Want zo moet je ook naar memes kijken, vind ik. Klopt. Nooit een green candle chasen. Ja, even kijken. Ziet het er bullish uit? Ja, we gaan even naar Injective Protocol. Dat is hier zo. En dan hebben we INJ, USDT. En die heb ik dan KuCoin of Maxi. Nee, andere dan. Even kijken. Ja, man. Bullish. Bullish, ja. Ik weet het niet, man. Ik heb eigenlijk... heb ik mijn buy lager staan. Even kijken. Dus ik zit ergens hier zo te kijken voor mijn volgende aankoop. En die groene range tussen 7,50 of zo is een beetje waar ik naartoe wil gaan.
dit heb ik gemist. Want nogmaals, ik heb vandaag die analyses gedaan. Dit was vannacht, zeg maar. En ik ben hier ergens wezen analyseren. Dus ja, ik wacht het af, man. Ik ga deze nog niet bijkopen. En ik vind ook eigenlijk... vooropgesteld, ik denk dat Injective Protocol heel veel verder gaat stijgen. Hè? Dus het is niet zo dat ik bearish ben over dit project. Maar ja, ik kijk gewoon naar dit en ik zie gewoon een negatieve trendlijn. En ik denk dat als Bitcoin dus niet verder gaat stijgen, dat de kans aannemelijk is dat, dat we niet per se gaan stijgen. Uiteraard kan een retest naar de trendlijn sowieso, maar dan zitten we misschien naar een 8.6 te kijken of zo, weet je wel. Dus 8.7. Met dat in gedachten kijk ik gewoon vooral naar een nieuwe buy rond dit moment. Ik denk wel dat we zeg maar in een soort uptrend gaan zitten wat dat betreft. Dus ja, ik hoop hier ergens te kopen of zelfs pas op die 6,50, 6,40. Dus twee belangrijke punten voor mij. En dat is dus heel simpel. Hier zo ergens rond de 6,50 en eventueel hier rond de 7,50. Maar ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat ik afwacht tot die 6,50. En dat komt dus omdat, nogmaals, ik denk niet dat Bitcoin in één keer door gaat stijgen. En nogmaals, gebeurt het wel, dan klopt al die analyses die ik net laat zien niet. Want die zijn dus op basis van dat Bitcoin dus nog even onder die 30k blijft hangen. Even kijken, ja, het is ook 9 uur, maar zijn er nog afrondende dingen? Ja, ik denk dat deze maand mei... Het gaat super spannend worden, denk ik. Mm-hmm. Vooral met de XRP-rechtszaak. Vooral China die echt... Ja... Yo, dit wordt echt spannend, man, guys. Want... Ja... Niemand verkoopt de BTC, hè. Mooi dat je ervoor dat die data... Uit data blijkt, this time it is different. Want er zijn veel minder bitcoins in circulatie dan de vorige halvenings. Mm-hmm. Wat dus de prijs exponentieel kan laten gaan. Puur omdat dus we weten dat BTC een veilige plek is om ons geld of onze waarde te behouden. Bij inflatie. Maar dit kan echt para gaan, man. Vooral China en Azië. Want zij leiden de markt nu Azië. Vanaf november vorig jaar. Dus interesting times ahead. Ik zocht even snel een afbeelding, maar ik kan even niet vinden. Je hebt zeg maar die... Was de maand positief of negatief per maand, zeg maar, weet je? Gewoon heel simpel die afbeelding. Alleen, ik kan hem even niet vinden. Ik heb vergeten. Even kijken, dit was het voor mij. Bitcoin. Maar ik weet nou niet of dit over Bitcoin gaat, hoor. Bitcoin monthly return. Die link staat daar, Klik op die. Oh. Wat, gewoon hier? Ja, back. Escape dit. Hier. Oh, hey. Ja, oké, dus even kijken of we het nu even snel kunnen vinden dan, want het gaat dan echt om Bitcoin Monthly Return. Dit is dan... eronder zie je die van kijken. Die. Yes, die. Hier zo, oh ja, beter. Dus de maand mei, over het algemeen, positief. Er zijn zeg maar 5, 6 negatieve maanden geweest. En 7 positieve maanden. Maar. Kijk, en dat is het ook, hè. We hebben zeg maar. Ja, maar dat is nog nooit voorgebeurd. Oh, god, kom maar. Dit 3 keer mee roept. Zeg maar. Ja, dus dat kan ook heel goed weer positief zijn. Maar over het algemeen, geen idee, man. Nee, ik weet niet of je hier per se naar moet kijken. De geopolitiek. Nee, dit kan handig zijn. Maar ik denk dat geopolitiek en macro-economisch. Zien wat er in de wereld gebeurt, denk ik dat. We richting 2016 zijn, dus ik denk eerder zoiets. Ik denk dat we mee zoiets of zoiets zullen eindigen. Kan, hoeft ook niet, hè, maar... Ja, dit was een gekke maand trouwens, 2017. Ja, maar dat was... Ik denk zoiets, man. Of dat heel 2017 daarvan. Was gek gewoon. Zie, ja, 16 ook, hoor. Oh, met name mei, oké, ja, gek, joh. Ja, daar begon het, zeg maar. Maar fundamenteel gezien gaat deze mei in 23 er anders uitzien. Puur omdat er dus... Deze mee dus en positief. Deze mee, China nogmaals niet bij was, deze mee ook niet. Mm-hmm. Ja, dus vandaar ik denk dat het... it's gonna be different this time, dus positief, ja. Ja, oké, nou laten we het hopen, man. Even kijken, zijn er nog laatste dingetjes trouwens? Boys trouwens, doe hier even een review plaatsen over de Discord als jullie willen. Dus even één keer klikken en dan kan je gewoon een tekstje schrijven. Oh ja, er is heel veel geschreven in de tussentijd, even checken hoor.
Oh ja, die Sell and May. Ja, klopt. Daar hebben we net over gehad. Daar. Ja, wat vinden iedereen die zegt is Sell and May? Ja, dus dat is eigenlijk wat je net zag. Dus je kan per maand zeg maar zien of het een positief iets is of niet. Ja, sowieso tof dat je er ook was, man. Zonder jullie geen livestream, dus shout-out naar jullie allemaal. Even kijken. Probeer me zo weinig mogelijk te laten leiden door CT. Wat is CT? Crypto Twitter. Oh, zo. Oké. Ja, ik weet niet, maar het is best leidend, man. Ik always do your own research, is all I can say. Ik vind ook dat de combinatie heel erg belangrijk is. Dus kijk, ik ben meer fundamenteel ingesteld. Hè. Ik ben meer een langetermijn investeerder. Maar ik probeer het nu veel meer technische analyse erbij te betrekken. Omdat de winst gewoon vele malen hoger is als ik daar serieus mee omga, snap je? Dus ik ben het eens dat prijsactie belangrijk is. Maar toch ben ik van mening dat als je het niet hebt over Forex en zeg maar specifiek over crypto, dan zeg maar als iets parabolisch stijgt, weet je, het gaat gewoon kwijt keer 20. Wat wil je daarop tekenen dan, weet je wel? Dus het is zeg maar. Maar als ik kijk naar Forex, dus het verloop van hoe daar prijzen in bewegen en dergelijke, ja, daar zitten veel meer regelmaat in. En het is zeg maar een verhouding tussen twee valuta's. Dus er zit veel meer structuur in en dergelijke, weet je. Even kijken. Ja, zo sta ik er al in. Maar iedereen roept het elk jaar weer. Ik denk van waarom zou ik nu ook maar iets verkopen? Ja, doe altijd gewoon wat je zelf. Doe altijd eigen onderzoek. Hoe dan ook. En neem ook wat wij zeggen met een korreltje zout. Het is echt voornamelijk onze visie en perspectief. Blijf altijd voor jezelf nadenken. Mm-hmm. Short op futures, long op spot. Even kijken, voor mij gaat hij lekker vandaag. Ja, lekker bezig, man. Groene cijfers daar zo, lekker. Even kijken. Inderdaad, hoeveel heeft hij gepakt? 54%, netjes man, lekker. Even een V-markt. Even kijken, dus hoe lager we gaan, hoe meer ik insla van een project die ik interessant vind. Dat moet je altijd dat doen. Dat is de key voor deze. Dat probeerde ik dus ook net aan te tonen met die analyses. Dit zijn projecten die ik heel erg interessant vind. Waarmee ik denk dat ik de boeren heel veel geld ga verdienen. Dus ik zou ze nu hoog kunnen kopen. Of ik koop ze nu laag. Weet je, het maakt niet uit, want eindstand moeten ze nog vliegen. We hebben het eerder over gehad. 2 weken geleden hebben we het over die projecten gehad. Ik koop ze nu goedkoper in dan toen, snap je? Dus blijf dat altijd doen. Internet, computer had je mee short mee kunnen pakken. Wat denk je over Agility? Ja, dat is een LSD. De LSD is liquid staking derivatives. Duurt nog even. Maar zodra die afteken, dan wordt het heel interessant wie de hoogste yield geeft. Mm-hmm. Hoogste percentage ROI. Agility was een van de top 3 met de laagste MCAP. Dus als het echt kwijt gaat, kan het ook echt kwijt gaan. Mm-hmm. Als je gekopt hebt, don't weak hand on it. LSD season moet nog starten. That's all I can say. Ja. Even kijken. Nou, shout-out naar jullie allemaal sowieso. Ronnie ook, shout-out naar jou. Victor, ja, shout-out. Love. Maarten, shout-out. Hij is opgenomen. Ik heb hem opgenomen, dus ik ga hem denk ik ook gewoon op YouTube zetten. Dus geen stress. Ja, Jori, ook shout-out naar jou. Check jullie later. Victor, ik zou zeggen van ga lekker door in de andere kanalen. Ja, lekker bezig sowieso. En iedereen shout-out nogmaals. Pomp alsjeblieft even een review in reviews. Het helpt gewoon deze Discord hoe dan ook groeien. En aanstaande donderdag zijn we dus met ome Jan. Want hij gaat ons dan tips delen. En ja, maak gewoon money man boys. Is goed man, stay safe mensen. En never chase a green candle too much. Later.